Vier Nijmeegse opa's werden afgelopen weekend postuum geëerd voor hun werkzaamheden in Nederlands-Indië. Kleinzoon en majoor Arnoud Meiling ging op zoek naar de verhalen van zijn opa's en de opa's van zijn vrouw. En kwam zo achter verhalen die naar zijn idee niet vergeten mochten worden. Afgelopen zaterdag was een hele bijzondere dag. Want dat was een dag dat we eigenlijk mijn vier opa's konden eren die het KNIL gediend hebben. Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En dat hebben ze gedaan in de oorlogsperiode. En 75 jaar later heb ik de gelegenheid gekregen om dat eigenlijk af te ronden. En als kleinzoon hun te eren, samen met de familie, met de IGK, de inspecteur-generaal de Krijgsmacht. Met collega's, heel veel belangstellenden. En eigenlijk een hele mooie ceremonie kunnen hebben om zij de plek te geven met waardering, erkenning. En vooral met militaire eer ze even bij stil te staan. De vrienden hebben dat als heel bijzonder ervaren. Omdat door zeg maar, het nazoekwerk om recht te krijgen op de medailles, er heel veel archieven werden opengetrokken. En als je ziet dan hoeveel mensen er bezig zijn geweest om alles boven water te tillen. Om alles bij elkaar te krijgen. En daar is een heel mooi verhaal uit ontstaan. En eigenlijk zijn die vier verhalen afzonderlijk, maar komen heel erg met elkaar overeen. En met andere woorden, ze moeten elkaar gekend hebben in Indië. Op bepaalde plekken elkaar even ontmoet hebben. En als je weet dat uit die hele ondergaan van gegevens ook duidelijk naar voren komt dat twee van mijn opa's de Hellships hebben meegemaakt. Dat zijn schepen die een week lang hebben stilgelegen in tropische temperaturen. Met een heel veel duizend man beneden aan boord. Met ziektes, geen eten, geen drinken. En daarna pas kwam eigenlijk de Burma-spoorweg. Dus die hebben een waanzinnige periode meegemaakt. Het zijn vier Nijmeegse opa's, allemaal daar geboren. En daar ook weer gestorven. Dus hun leven is in Nijmegen. Het is vanuit Nijmegen en weer terug in Nijmegen. En dat maakt het ook heel bijzonder. Deze verhalen zijn zo dierbaar. Ook dierbaar omdat ik dat heel graag wil beschermen voor de toekomst. En eigenlijk is de oproep aan mensen die een soortgelijke situatie mee hebben gemaakt met hun opa's. Vertel dit verhaal door naar de volgende generaties. Het verdwijnt voordat we het weten. Want we hebben een hele rijke geschiedenis met Indië, Indonesië. Waar ook onze DNA ligt daar. En hier, dat mogen we gewoon niet verloren laten gaan. Dat is te bijzonder.